beste vrienden, hier aan het ingang van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ik zit met mijn goede vriend Jurgen Verstrepen. Wij kennen elkaar al heel veel jaar. We waren allebei journalisten. Dan heeft hij op één dag besloten dat hij er genoeg van heeft en dat hij een politicus wordt. Nu zitten we een beetje in een omgekeerde wereld. Is hij opnieuw journalist en radiomaker en ben ik politicus geworden. Maar als ik jou enkele tips mag vragen, wat kan je mij meegeven van jouw dagen hier in het Vlaams parlement? Waar moet ik voor opletten en voor wie moet ik opletten? Ja, ik zeg altijd, je grootste vijanden zitten in je eigen partij. Dat is les nummer 1 van elke nieuwe politicus. Dus altijd je rug in de gaten houden, zeer belangrijk. Twee, wat ik jij zat toch bij LDD? Ik zat bij LDD. Goed, Jean-Marie heeft het gehoord. Ja. Wat ook belangrijk is, om authentiek te blijven, moet je altijd die freedom of speech, waar ik toch een van de uitdragers ben geweest, moet je toch altijd in de gaten houden. Want als je op den duur te veel van links naar rechts begint te gaan en rond de kwesties gaat, dan ben je niet meer authentiek en dan word je kwetsbaar en dan word je ook niet meer opgepikt. Dus eigenlijk jezelf blijven. En ik vind, maar ja, dat is mijn mening altijd al geweest, dat heeft mij ook soms problemen opgeleverd in de pers. Ik vind dat je als parlementair het recht hebt om te spreken op elk moment. Je moet alleen zien hoe dat je het aanpakt. En voor de rest het contact houden met de mensen, met de burger. Met de achterban. Met de achterban. Gewoon luister nooit een discussie uit de weg gaan. Als je kan discussiëren, dan werkt het democratisch systeem. Mij nog een aantal jaar geleden, misschien 10 jaar bijna, zat ik bij jou in de studio voor een gesprek met iemand van de linkse kerk. En ik heb toen gezegd, ja, ik ga met iedereen de discussie en het debat aan en ook met die man. Ja. Ook al heb ik geen hand gekregen, ik heb er toch mee in discussie gegaan. Voilà. En voor de rest gewoon ervoor blijven gaan. Veel succes met je politieke carrière. Bedankt. En misschien kom ik als ancien nog terug. Ja, wie weet, misschien kom ik nog terug. Oké, bedankt. Geil. Voilà, Jurgen. Dit was Zwarte Vit, het programma van de Vrije Meningsuiting. Alweer voor de laatste keer. Heb vertrouwen, ik kom terug.